Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video. En vandaag is natuurlijk 5 december en dat betekent dat Sinterklaas is. Dus ik hoop vandaag wat goede cadeautjes te krijgen van de Goede Heilige Man. Ik hoop dat jullie ook wat cadeautjes gaan krijgen. Laat even in de comments hier beneden weten wat je hebt gekregen als je eventueel later pas deze video kijkt of zo. Snap je, weet je wel. Ja, natuurlijk is mijn favoriete Sinterklaas laatst al bij mij op bezoek geweest. Dag vlogger Romy. PSP-vlogger heb ik genomen. Zo, wat een lekkere peper. Sinterklaas, je snoort niet goed. Ik heb net gebeft. En wat jij het meest opvalt aan dit geweldige man is natuurlijk zijn geweldige baard. Wat ik vandaag ga doen, ik ga een draft doen. Ik moet de speler met het meeste gezichtshaar kiezen. Dus mocht ik zelf nou ertussen komen, wat natuurlijk niet kan, zou ik mezelf dus nooit mogen kiezen. Want ja, geen gezichtshaar, wel honger. Maar de speler met het meeste gezichtshaar moet ik kiezen, in ieder geval op zijn foto. Dus ja, Larsson mag helaas niet. Nou, dat zou nu dus Marlos zijn. En zo moet ik mijn hele team gaan maken. En voor alle ratings boven de 150... krijg ik zeg maar een cadeautje. Dus op het moment dat ik een 160 rating haal, mag ik 10 cadeautjes openen. En cadeautjes zijn natuurlijk pakketjes. Nou, Messi, dat is alvast ideaal. Die heeft sowieso de langste baard van allemaal. Maar als ik dus bijvoorbeeld een 180 rated futraf krijg, dan mag ik dus 10 cadeautjes openen. En cadeautjes zijn natuurlijk gewoon pakketjes op fut. Kijk, dit is wat lastiger, want die Alcacer heeft zeg maar het meeste haar als in. Die heeft overal, maar die Roger die heeft hier alleen maar haar, maar wel veel meer. En bij hem is het een beetje lastig zichtbaar, maar die heeft hier weer niks. Dus ik ga gewoon het voordeel van de twijfel aan Alcacer geven. En dat is helemaal niet omdat hij sterke link heeft met Messi, maar ja. Nou, dit is natuurlijk Nani. Als ik dit zo kijk, ja, dit is 100% Nani. Als we nou een random Raul ertussen zouden krijgen. Dit is denk ik Strootman. Ja, dit is 100% Strootman. Die heeft ook meer dan Silva, want Silva heeft hier niks. Strootman heeft gewoon één goede baard. Maar Klaassen, toch wel kleine haas. Ja, dit is lastig te zien op deze foto van Silva. Eén ding is zeker, op dat kopje heeft hij zeker geen haar. Keita zou ook nog kunnen. Als ik moet kiezen tussen Benja en Klaassen, wie heeft nou de grootste baard? Ik denk Klaassen qua oppervlak meer, maar Benjat weer wat dikker. Dat is nog best wel moeilijk. Ik ga gewoon voor Benjat. Ik wil veel cadeautjes. Sanchez! Ja, dit is nice. Erkin. Dat is lekker. Erkin en Marlos. Goeie backs. Nou, als het nou om haar op het hoofd ging, dan was het duidelijk Dante. Helaas stel dat niet. Het is of Otamendi of Astori. Ik ben geneigd om te zeggen... Oh, misschien wel Albiol. Nee, ik denk Otamendi. Otamendi heeft wel een vieze baard. Of toch Astori. Die heeft meer hier. Of toch Albiol. Dit is een lastige. Zou je Inemine Mutten? Het wordt Astori. Lang leven in de minuut. Dit is duidelijk rangfeest. En dit wordt Costiel, denk ik, hè? Ja. Ja, dit is Ruffier, denk ik. Het zijn allebei een beetje van die, allemaal van die stoppelbaardjes. Maar ik denk dat Ruffier wel het meeste heeft. Heb ik dus echt geen klote aan. Compagnie heeft wel een beetje baard. Roberto eigenlijk ook wel, hè? Ja, gast, bij een dooie zie je niet eens of hij een baard heeft. Volgens mij heeft hij geen baard. Diop heeft denk ik het meest. Dan is het nu toch wel balen dat Neymar in die Gillette reclame zit. Waar hij altijd zichzelf aan scheren is. Want die is natuurlijk gladje kaal. Dus dan wordt het in dit geval Insigne. Het is jammer dat Mbappé net 15 is geworden en nog geen baardgroei heeft. Dit is uiteindelijk mijn team en dan kan ik nog wat shit gaan aanpassen. Dan gaat het nog best wel prima worden, want ik zag al die Higuain. Die linkt die boel aan elkaar nog wel redelijk, hè. Oké, mijn eerste Sinterklaasmans team komt uit op 160. Dat betekent 10 geweldige pakketjes. 10. Oh, dat vind ik nog best wel aardig. Nou, ik ben benieuwd hoor. Hoe is Sinterklaas voor mij tijdens deze packopening? Ik begin met een goede gouden speler. Hij is wel klimmend. Mijn allereerste pakketje krijg ik Monreal. Nou, oké. 80 reden. Bestaat er iets van Sinterklaas packluck of zo? Nee, hè? Ik vind het wel weer irritant dat de animatie nu weer normaal is. Dus hij is weer veranderd. Of zoals hij eerst was in ieder geval. Maar daardoor denk ik, hey, borden. Maar dan krijg je helemaal geen borden, want hij flasht helemaal niet op. Tweede pack. Ook niks. Sinter packluck. Kom aan. FC Barcelona, dit is Paulinho. Nee, het is Rafinha. 81 reden. Dus het is toch, ja, dit zijn maar 150 punten pakketten natuurlijk. Het zijn natuurlijk niet de beste die we kennen, dat weten we allemaal. Ik ben benieuwd of ik er wat uit kan krijgen vandaag. Een keer borden zou überhaupt al funny zijn. Ja, het moet toch wel lukken. Het is een Ivorke speler rechtsachter. Dit is Aurier. Dat is helemaal niet zo heel slecht. 81 reden. Best wel een prima rechtsbackje uit La Liga natuurlijk. La Liga. Wat? Best wel prima rechtsbackje natuurlijk uit de BPL. Gaat gewoon voor 1000 coins. We zitten nu op de 11. Dit is de 5e. En ik ben heel benieuwd. Oké, dit is ook de eerste zonder een shiny. Dat is nice. Dan gaan we gewoon doen. Dan gaan we gewoon lekker door met het volgende pakketje. Vooral dat het een beetje een messy dag is. Maar eerst Bartra. Fuck, funny zou het zijn als opeens een icon nog popt. Ik heb nog steeds, ik heb niet geteld. Ik denk dat ik, ik wil niet eens weten hoeveel FIFA points ik inmiddels heb uitgegeven. Ik denk echt dat dat al over de... Nou, wat zou het zijn? Hoeveel FIFA points als je
2000 euro, dat is oprecht. Dat is bijna 250.000 FIFA points. Ik denk dat ik er wel meer op heb zitten. En ik heb nog steeds geen icon gehad. Terwijl dat je toch zou denken van, nou, één keer in de kwart miljoen FIFA points zou je toch wel een keer een icon moeten krijgen. Als je zag op de EA beurs waar wij toen waren, zeg maar, op de Capture Event. Daar pakte ik toen met 1 miljoen FIFA points, pakte ik 5 icons. Dus dat is ongeveer 1 keer in de 200.000 FIFA points. Kreeg ik er eentje. Ik hoopte dat dat voor de echte game ook ongeveer zou zijn. Ik wist wel dat dat waarschijnlijk niet zo zou zijn. En ik moet zeggen dat de pijnlijke waarheid inderdaad is dat 1 keer in de 250.000 of 1 keer in de 200.000 FIFA points een item krijgen waarschijnlijk een droom was die te mooi was om waar te zijn. Ik moet het namelijk doen met spelers als Korea. Ik heb een aantal decent players al gepakt. Dat kun je ook allemaal zien terug. Ja, eigenlijk alles wat ik heb gepakt kun je terugzien in video's die op mijn kanaal staan. Dus ja, je kunt het zelf een beetje volgen wat ik allemaal zo wel gepakt heb. Dat natuurlijk in deze 10 packs niks zit, is geen hele grote verrassing. Je hoopt er natuurlijk op. Het kan altijd een keer gebeuren. Maar nog steeds wacht ik op die eerste icon. Dan ben ik echt benieuwd of die nog een keer gaat komen. Ik ga in ieder geval nu een nieuwe fut eraf maken met de bademensen. En dan hoop ik weer op een goede rating, een goede squad en shit. En dan misschien kan ik er wel wat van maken. Wat goede packs. Zou toch leuk zijn. We doen gewoon weer 4-3-2-1. Het beviel me wel. We beginnen weer met Messi. Oh, of Lacazette. Misschien heeft Lacazette wel een grotere baard dan Messi. Ja, die van Messi is wel echt tering lang, hè. Die van Lacazette is ook dik hier. Maar die heeft zwart haar en de andere heeft bruin. Ik denk dat Messi toch wel wat grotere baard heeft. Bakambu moet dit haast wel zijn. Ja, dit is sowieso Bakambu. Die Ocampos. Ah, hij is niet eens. Ah, hij is 23 of zo. Hij ziet er heel gladjes uit, vind ik. Nou, deze man al helemaal Mounier. Die is al best wel oud, maar nog steeds. Best wel goed, 35. Er heeft hier niemand echt heel veel haar. Ik denk dat Izquierdo nog het meeste heeft. Ja, dit is niet zo heel moeilijk. Dit is Johnson natuurlijk. Oh, Piquetje denk ik. Dat moet als Piquetje wel zijn. Ja, Piquet heeft ook wel een flinke sikker onderaan, hè. Nou, Toprak, dat is ook haast niet te voorkomen, denk ik. Ze hebben alle 5 overigens wel wat haar, maar Toprak heeft wel verreweg het meest. Ik zie wel één ding en dat is dat dit team nog niet heel goed in elkaar zit qua chemistry en shit. Patricio heeft de grootste baard van mijn keepers en op de bank is dat niemand anders dan Perrin. Dit is geen succes, hè, jongens. Dit is nog niet echt waar ik naar op zoek ben. Benatia pakt hem hier. Die heeft nog wel de... Oh nee, dat is een Marokkaan en een Turk. Fuck. Hoe kan ik nou denken dat dat een link is? Hoe kun je dat nou denken? Ja, dit wordt waarschijnlijk gewoon Naldootje. Oeh, ik denk Ribéry wel, hè. Ribéry van een aardig baardje eronder hangen. Cazorla, die heeft op dit moment niet eens meer een been. Laat staan wat anders. Gomez heeft een veel vollere baard dan Saúl, in mijn ogen. Dus ik ga voor Gomez. Hetzelfde verhaal weer met Mbappé. Nou, dit zal wel Giroud zijn, denk ik zo. God, non, nu krijg je er sick van. En dan hier wordt het, ja, dit wordt sowieso... Carrasco, zeker op die foto. Ik weet niet, misschien op zijn normaal heeft hij altijd een baard. Hij heeft altijd wel een baard. En natuurlijk was dat een inform. Oh my god, ik heb Pelé. Moeten we laten gaan, want Benzema heeft een grotere baard dan Pelé. Pelé, had je baard nog niet afgeschoren? Kan ik je nu niet hoeven skippen? Ja, dit zijn zilvers, dat maakt er niet zoveel uit. Al heeft hij wel de grootste baard. Fuck, ik had gewoon Pelé. En dan moet ik hem skippen. Socrates. Oh, misschien was er wel Manolas. Dan heb ik een beetje gecheat. Pedro Leon. En dan als laatste hebben we nog weer Salah. Die hadden we net ook als laatste. Het komt uit dit keer op een 162 squad. Dus we mogen nog 12 packs openen. Ik ben heel benieuwd of dank je Sinterklaasje ons nu meer gaat gunnen dan net. Let's see what we can get. From these packs. Ik wil gewoon een keer... Ik wil een keer borden. Kom op, doe even normaal, joh. Pasalic. Yeah. Het is echt de ultieme prank dat die pack animatie opeens weer zo is zoals die eerst was. Zeg maar, hij is de hele tijd tijdens Black Friday en al die shit is die zeg maar weg geweest. Toen was het een dat zag je meteen als je geen borden kreeg. Dan was het zo'n hele rare skeer layout pack ding. En nu opeens is hij weer normaal. Of het ligt aan de 7,5 kpx. Dat kan ook, dat gewoon een 15 kpx dingetje was. Maar nu zit ik dus elke keer te denken dat ik borden krijg, maar dan krijg je ze niet. Dat is echt rete hinderlijk. We hebben wel een CVM uit Brazilië van Marseille. Dat is niet anders dan Luis Gustavo. Dat is allemaal een pack nummer 3, jongens. Ongelooflijk. Packie nummer 5 is wel weer een glimmende. Packie nummer 4 was heel slecht. Die heb ik jullie niet eens laten zien. Ik bespaar het jullie. Het is een Engelse spits. Nee, helaas. Het is de foe. Het is helaas niet... Vordi, want die was dan nog wel iets waar, maar eigenlijk tegenwoordig ook niet meer. Dat is altijd wat ik zeg aan het begin van FIFA. Aan het begin van FIFA is het gewoon mokertje chill. Toen was Vardy volgens mij 20k of zo en nu nog 2, weet je wel. Dus eigenlijk als je hem nu packt, heb je er nog heel weinig aan. Terwijl dat als je hem op het begin packt, dan is hij heel veel waard. Of is hij heel waardevol voor je. Dat is op dit moment helaas niet meer zo. Verbaas me wel over hoe slecht de packs deze FIFA zijn.
Ik vind hem oprecht. Ik denk dat dit het ergste jaar ooit is met qua packs. Dat is echt. Ik zie ook bij niemand echt hele goede packs voorbij komen. Zeg maar, de enige goede packs die er nog zijn, zijn de Weekend League Rewards. Zeg maar van top 100 spelers. Van ja, dat is van de top 100. Dus er zijn maar 100 mensen per week, per console, die goede packs krijgen. En zelfs die zijn niet allemaal even goed. Dus daar moet je ook nog wel mee oppassen. Maar eigenlijk normale packs, die zie je nog amper voorbij komen. Het is echt niet te geloven. Wel bijna 2 milli coins. Ik nog 10k. Dus even één goede speler packen dat we naar de 10 milli coins gaan. Kom maar. Geef me nou een bodem, man. Lullo's. Sinterklaasje, kom op jongen. Je kijkt toch wel mee. En tap. Ja. Dit zijn mijn laatste twee packjes. En de surprise van Sinterklaas is dus niet echt heel goed geweest. We krijgen wel 2 shinies in mijn ene laatste pack. Maar dat is nog. What the fuck? Oes fucking Bekistan, Denisov, doe normaal. Nou, last best. Zullen we dat maar even roepen dan met z'n allen? 1, 2, 3. Last best. Ja, precies. Oh, nee, toch niet. Of nee, toch niet. Oké, die is een shiny. Hey, dit hele Sinterklaas gebeuren verhaal. Ja, leuke podcast, maar dus niet gewerkt. Gaan we de Maki matchups doen. Daar heb ik nog nooit iets goeds uit gehad. Maar misschien is vandaag wel de allereerste dag ooit in mijn leven. Die eerste 3 waren echt te simpel voor woorden. Nu komt er dan denk ik wel een wat moeilijkere. Easy! Geef me een keer wat goeds. Ik heb nog nooit iets goeds gehad uit fucking SBC's. Laat vandaag de eerste keer zijn. Nou, hey. Thanks voor alles. Klein gouden spelerspakket. Nou, klein, maar fijn. Zeg ze altijd. Ik ben ook maar 1,60 meter. Dus ik wou zeggen... Ik wou zo precies in mijn verhaal van, hey, ik ben ook klein en weet je, hey. Nu is het meer zo van, hey, klein is kut, kijk maar naar jou Rob. ik begin met het Jumbo pakket, I don't know waarom, misschien omdat dit wel de allerbeste is en ik hier Messi in ga pakken. Nee, ook geen borden, thanks EA, you're doing great today. Unbe-fucking-lievable, dit is William José. Zeldzaam gemengd spelerspakket, kom op, een keer uit die SBC's moet, ik kijk altijd tweetjes en dat vind ik mooi hoor, als mensen me tweeten of op Insta taggen. Met, oh, moet je zien wat ik in mijn SBC kreeg. En dan krijg ze echt de lijpste dingen. En dan denk ik van, ja, dit zijn echt de lijpste dingen om te krijgen. Dit is echt fucking ziek. Dat vind ik dan ook gewoon echt vet om te zien. Ik ga nu gewoon, jullie gaan nog 1 pick van me zien. En dat wordt de laatste van de video. En dat zijn borden. Dat heb ik jullie bij deze gegarandeerd. Dat waren deze packs ongelooflijk slecht. Gewoon om even het gevoel te hebben. Oh, ik dacht het zou zo funny zijn als het in mijn eerste was. Oké, vanaf nu komt er nog 1 pack. Ja, daar is hij dan. Het is meteen een inform! Dat is wel lachen. Het is, oké. Wie is dit? Ik heb geen idee wie dit is. Het is Kostic! Yay! Ja, lalalala. We hebben toch nog een keer borden gehad. Het is zelfs een inform. Ja, oké, hij is wel een 15k. Dat is best wel veel. Kom op, en nog 1 laatste. Ja, nog maar 1 laatste cadeautje. Het is Sinterklaas. Kom op, jongens. Hé, waarom niet? Ja! Nou! Dat is het dan! Dan wil ik jullie alvast gaan bedanken voor het kijken naar de video. Oh, het is wit. Oh, het is Boekie. Nee, niet eens. Het is Sommer. Nou, het is dus kennelijk wel mogelijk om borden te krijgen. Het heeft me echt pleuris lang gekocht. Ik wil je bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Deze packs, echt. Verspil je tijd er niet aan. Oké, dat heb ik niet gezegd. Doei.